De Grand Canyon Wood Chopper is een houthakkersoverhemd dat geschikt is gemaakt voor gebruik op de motor. Ik ben Mark van Motor Kleinzetter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Grand Canyon Wood Chopper, beschikbaar bij motorkleinzetter.nl. De Grand Canyon Wood Chopper is speciaal gemaakt voor de mensen die een outfit zoeken die er niet gelijk uitziet als een motoroutfit. Deze urban of custom-achtige outfit doet je denken aan een echte houthakkersoverhemden van vroeger, maar is toch op alle plaatsen verstevigd en veilig gemaakt voor gebruik op de motor. Het is bij uitstek een zomerse jas of zomers overhemd, omdat hij niet waterdicht en winddicht is, dus alle lucht kan zo direct door de jas heen en je maximaal verkoelen. Hij is gemaakt van een katoen materiaal aan de buitenkant en aan de binnenzijde is deze jas volledig verstevigd met een aramide Kevlar vezel. Dit is een hele slijtvaste vezel die ervoor zorgt dat als je onderuit gaat, dat de stof goed slijtvast is en niet direct je huid zal bereiken. Naast dat hij is gemaakt van slijtvast materiaal, is hij natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Zo zien we CE-gekeurde protectoren op zowel de schouders als de ellebogen. En die zijn van een wat dunner formaat, waardoor je ze praktisch niet ziet zitten aan de buitenkant. Maar ze zitten er toch zeker in, zijn volledig gekeurd en kunnen je dus ook goed beschermen. Aan de achterzijde hebben we nog de mogelijkheid om dit vest te upgraden met de CE level 2 gekeurde rugprotector. Er zit nu eigenlijk niks in. Mocht je op je rug ook goed willen beschermen, dan kun je deze los bijbestellen als accessoire. Naast dat deze jas is voorzien van de nodige protectie, zien we ook heel veel handige dingen zoals zakken en is er op heel veel punten nagedacht over gebruiksgemak. Aan de voorzijde zien we dat de knoopjes eigenlijk geen knoopjes zijn, maar drukkertjes. En ook bij de rits zijn het allemaal drukkertjes. Dus het is allemaal voor gebruiksgemak. Snel open en dicht doen. En ook een voldoende aanwezigheid van zakken, zodat je spullen mee kunt nemen. Ook op de mouwen is de knoop, waardoor je hem makkelijk en snel aan en uit kunt doen. Daarnaast is hij ook nog voorzien van een rits, zodat je gemakkelijk in en uit de mouwen komt. De capuchon van dit vest is volledig afneembaar, dus vind je het klapperen van de capuchon vervelend of wil je hem gewoon niet op hebben omdat je het mooier vindt zonder capuchon, dan kan die er door middel van deze rits af worden gehaald. Als we dan aan de binnenzijde kijken, zien we een Napoleon pocket zoals we dat noemen. Dat is een verticale zak waar je eventueel spullen in mee kunt nemen. Aan de binnenzijde ook nog zakken en aan de andere kant zien we zo'nzelfde zak. Nou, als je goed door deze meshvoering heen kijkt, zie je een geelachtig materiaal. Dat wil zeggen dat er Kevlar aan de binnenkant zit, dus volledig slijtvast. Dus je weet gewoon zeker dat je helemaal goed beschermd bent. Aan de binnenzijde zien we dan ook nog een vochtafvoerende lining die ervoor zorgt dat je zweet en je transpiratie snel de jas kan verlaten en dus door de wind kan verdampen en dat je niet zo'n klam gevoel krijgt. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hiervan het vest een maat L. Nou, je moet ervan uitgaan dat je hem alleen over een t-shirtje heen draagt, want het is natuurlijk zomer als je dit vest gaat dragen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat motorkledingzetter doet? Volg dan op Facebook, Instagram of abonneer u op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Wil je deze jas een keer in het echt bekijken, passen of bestellen? Dan kan het natuurlijk in een van onze winkels of op de webshop. Ik ben Mark van Motorkledingzetter TV. Bedankt voor het kijken.